Goedendag. Ja, we hebben te maken met prachtig lenteweer en soms is het haast wel zomers te noemen. Heel veel mensen op de terrassen. Zeker de komende dagen gaat dat ook nog wel gebeuren, want in het weekend gaat de temperatuur zelfs omhoog naar een graad op 25. Maar goed, of we wat droge, zonnige en toch ook wel warme weer de komende weken gaan vasthouden, daar ga ik in deze 30-daagse verwachting dieper op in. Dan verpak ik eerst even de huidige situatie erbij. Een groot hoge drukgebied met de kern net ten noorden van ons land. Bij ons eerst een zwak noordenwindje, maar die wind gaat in de loop van het weekend dus draaien richting het oosten en later richting het zuidoosten. Waardoor nog zachtere lucht richting ons land komt. Dan kan het dus zondag wel 25 graden worden. Maar daarna zien we toch dat lage druk wat opdringerig begint te worden. Die verplaatst zich meer richting onze regio's. Er is nog wel wat onzekerheid tussen de weermodellen. Het... Het GFS-weermodel, dit Amerikaanse weermodel, laat die lage druk veel sneller over ons land trekken. Bij het Europees weermodel daar zien we dat die hoge druk veel sterker is. En dan komt die wisselvalligheid er eigenlijk pas vanaf woensdag in. Dus het is nog even onzeker of dat al maandag gaat gebeuren of toch pas in de loop van woensdag. De temperatuur lijkt in ieder geval wel vrij hoog te blijven, boven die 20 graden op heel veel plaatsen. Nou, dat zien we ook heel goed terug in de temperatuurafwijking voor de week van 13 mei tot en met 20 mei. Duidelijk zien we inderdaad die lage druk verderop op de oceaan. Met daardoor ook lagere temperaturen in delen van Spanje. Bij ons juist die aanvoer van die zachtere lucht vanuit het zuidoosten. Temperaturen zo'n 1 tot 3 graden boven normaal. En dan zitten we op sommige dagen dus wel richting die 25 graden. Kouder is het echt in het oosten van Europa. Kijken we nou naar de luchtdrukafwijking, dan zien we toch ook wel duidelijke patronen. Lage druk bevindt zich net ten westen van ons. Waardoor, dus bij ons inderdaad ten oosten van het laag, die zachtere lucht omhoog kan worden gestoten. Maar lagere luchtdruk dan gemiddeld betekent natuurlijk ook meer regen dan gemiddeld. En dat zal niet vaak in de vorm zijn van echte regenzones, maar wel vaak in de vorm van buien. En als die gaan ontstaan op dat grensvlak van die warme en koudere lucht, kunnen dat ook echt wel stevige exemplaren zijn. Mogelijk met wat onweer, hagel. Het is nog niet precies te zeggen wanneer die precies gaan vallen en op welke plek. Maar er is echt wel potentie opnieuw tot wat onweer in de week van 13 tot en met 20 mei. Kijken we een weekje verder, dan zien we toch wel een verandering van het patroon. Hoogdruk bevindt zich iets meer ook boven onze regio's, lage druk verderop op de oceaan. En dat betekent dat de temperatuur, zeker in deze tijd van het jaar, echt wel wat hoger uitkomt dan gemiddeld. Vaak zoekt die wind toch wel die zuidhoek op en dan kunnen we opnieuw temperaturen van 1 tot 3 graden in de plus verwachten. Zitten we opnieuw rond die 20 graden overdag. En hoge druk zorgt er natuurlijk ook voor dat het droger is dan gemiddeld. En dat zien we ook goed terug op deze afwijkingskaart. Droger dan gemiddeld, zowel in Italië, maar dus ook in onze regio's. Dus die buigheid neemt waarschijnlijk in die week van 20 tot en met 27 mei echt wel weer even wat af. In de weken daarna is er voor de luchtdruk en de neerslag eigenlijk nauwelijks een afwijking te herkennen. Dus die heb ik dan nu ook niet meegenomen. Maar in de temperatuur zien we nog steeds wel die duidelijke afwijking in de plus. Voor de week van 27 mei tot en met 3 juni opnieuw 1 tot 3 graden in de plus. Nou, dan zit je inmiddels al eind mei, dus dan op heel veel plaatsen kom je echt wel boven die 20 graden uit. En doordat die afwijking in neerslag en luchtdruk niet echt aanwezig is, hoeven we ook niet heel veel regen te verwachten. Als er wat regen valt, is het vaak in de vorm van een enkele bui. Maar zijn er tussendoor ook echt wel heel vaak die droge momenten met de ruimte voor de zon. Kijken we nog één weekje verder, 3 tot en met 10 juni, dan zien we dat die afwijking in de plus al echt wat verdwijnt in onze omgeving. In het zuiden van Europa, daar wel duidelijk in de plus. Daar komen we dan echt wel vaak boven die 25 graden uit. En bij ons waarschijnlijk rond een graad of 20. Samengevat is het in ieder geval de komende weken warmer dan gemiddeld. Dat is wel zeker. Vaak temperaturen boven de 20 graden. Op sommige dagen komen we zelfs boven de 25 graden terecht, zeker in het zuidoosten van het land. In die week van 13 mei tot en met 20 mei echt wel meer neerslag dan gemiddeld, met name in de vorm dus van die buien waarbij dus ook wat onweer en hagel kan voorkomen. De weken daarna wordt hoge druk weer dominanter. En dat betekent dat het weer een stuk droger wordt. Maar de temperatuur blijft dus aardig op peil. Dus voorlopig kunnen we waarschijnlijk echt wel genieten van warmer weer dan gemiddeld. Maar hou dus wel rekening met die buien in de week van 13 tot en met 20 mei. Tot de volgende keer!